Hartelijk welkom mensen weer bij zijn boodschappen in de openbaring verdieping 1. Gods volk. We gaan verder met de drie w's te onderzoeken. Er zijn nog een paar hele interessante punten om te zien hoe God altijd werkt in de geschiedenis. En we hebben natuurlijk een paar woorden. Napoleon, Abaddon. Wat betekent dat allemaal? Willen we nog even erbij pakken. We zijn gestopt in openbaring 9 vers 10. Dat ging natuurlijk over die Vijf maanden, 150 jaar, en we leven tussen die schorpioenen joenen in. Begrijpen we steeds beter met die symbolentaal, maar God heeft nog iets te vertellen over die twee typische namen. Laten we maar weer eens kijken met z'n allen. Openbaring 9, vers 11 en 12. En zij hadden over zich tot een koning, den engel des afgronds. Dat is die. Dat weer, die komt weer naar voren. Zijn naam was in het Hebreeuws Abaddon. En in de Griekse taal had hij de naam Apollyon. Het ene W is weggegaan, ziet er komen nog twee weeën na deze. Dus we spreken over het eerste W. En wat betekent Abaddon en Apollyon? Nu even voor onze begrippen in eindtijd bij die derde W. En ze hadden over zich tot een koning Den Engel des afgronds, de put des afgronds. Er is maar één die deze titel draagt en dat is Satan, ook wel de duivel of slang of de draak genoemd. Abaddon is een demon of duivel. Hij is de heerser over het dodenrijk. Hij wordt in de Bijbel, Nieuwe Testament, openbaring van Johannes 9 vers 11, de engel des afgronds genoemd. Zijn Hebreeuwse naam is... ...Aphadon, wat verderf of vernietiging betekent. Zijn Griekse naam is Apollyon. Hij wordt ook wel de engelprins van de hel genoemd. In het Oude Testament betekent Apadon het dodenrijk. Let op, uit Wikipedia weer. Wij begrijpen natuurlijk heel goed vanaf de eerste W... ...tot het eindpunt dat er dood en vernietiging was op dat moment. En als we dat weten... Dat die islamieten, inderdaad die radicale islamieten, straks ook weer dood en verderf zullen brengen. Vernietiging betekent dat. Verderf. Dus, Gods woorden komen allemaal uit, juist voor onze tijd. En als wij die tijd daarin zetten, in die totale lijn, laten we maar eens kijken, dan weten we precies waar we het over hebben. We hebben alles laten staan natuurlijk. En hier ziet u die 150 jaar. Het heel in het bijzonder tussen die 1299 en 1449. Is exact 150 jaar. En dat is ook een begin en een eindpunt, als u dat goed ziet. Hier is het begin van de tweede wee en hier is het eindpunt van de eerste wee. Interessant, gaan we nog meer over studeren. Maar we hebben nog zo'n tussentijd. Zoals u weet, die 391 jaar en die 15 dagen. Die Jozef Lister heeft. Uitgezocht vanuit de Bijbel, dankzij de Heer. Laten we maar eens lezen. Die vullen we ook in. De letterlijke interpretatie van de uren en dag en maand en jaar van Jozef Lister. Jozef Lister werd bekend door het in quarantaine laten behandelen van patiënten in de ziekenhuizen. Deze methode wordt nu nog toegepast. De berekening van Jozef Lister, Lich is in het Engels. En daar wordt wel eens een vergissing gemaakt met Fitch, die juist die 1843 jaart heeft gemaakt. Litch in Fitch. Maar dit is dus Jozef Lister. Eén uur, een dag en een maand en een jaar is 391 jaar plus 15 dagen. 17 juli 1449 plus 391 jaar plus die 15 dagen is 11 augustus 1840. Op deze datum plaatsten de Turken zichzelf onder de bescherming van de westerse machten tegen de Egyptenaren, dus vier westerse machten. Die bemiddelden daarin. Jozef Lister publiceerde deze datum twee jaar voordat deze gebeurtenissen letterlijk plaatsvonden. Belangrijk voor ons weten wij, kennen wij, dus die kunnen we ook snel plaatsen met z'n allen. Hier hebben we weer het totale overzicht. En die zetten we dus hier tussen, tussen 1449 en dus 1840. Zoals u ziet, hier staat hij tussen die strepen in. Wel te verstaan, 11 augustus. Dus als u dat nu ziet, gaat verstaan, gaat begrijpen en dat totale overzicht steeds beter en helderder krijgt, dan gaan we steeds meer zien, ook met wat nu nog volgt. Want er is nog zo'n belangrijke datum en dat is het. Herstel van het Vaticaan, dat weten wij, hebben we ook hier met opzet in meegenomen. Want wij komen weer bepaalde dagen, jaren tegen daartussen. Laten we maar eens kijken, weer vanuit Wikipedia. Herstel van Vaticaanstad, Vaticaanstad, weer de Latijnse namen daarbij, is de kleinste onafhankelijke staat ter wereld. Overduidelijk. Het grondgebied van dit land wordt echter geheel omsloten door de stad Rome. Waardoor het een enclave binnen Italië is. Vaticaanstaat wordt volkrechtelijk vertegenwoordigd door de Heilige Stoel. En huisvest de hoofdzetel van de rooms katholieke Kerk natuurlijk. Staatshoofd van Vaticaanstaat is de Paus, die zijn officiële residentie heeft in. Het Apostolische Paleis. De huidige paus is Benedictus XVI. Het werkstaatje is in 1929 ontstaan als gevolg van het verdrag van Lateranen, dat door paus Pius XI en Mussolini, dat weten wij, werd ondertekend. Daarin werd nadrukkelijk opgenomen dat het een nieuw gecreëerde staat is. Formeel kan het dus niet als voortzetting of herleving van de kerkelijke staat gezien worden. Het is interessant natuurlijk. Zij wouden dus volledig opnieuw gecreëerd worden. Daarom noemen wij het ook het moderne Rome. We kunnen dus niet meer pauselijk Rome zeggen. Het staat hier heel duidelijk dat ze dat formeel ook op deze manier wouden laten aantekenen. En dan begrijpt u dat we ook Absoluut een derde Rome hebben. Als u zegt nee, er zijn maar twee Rome's geweest, dat is pausdom geweest, dat is de tweede en de laatste, dat is dus absoluut niet zo. Want daarin werd nadrukkelijk opgenomen dat het een nieuw gecreëerde staat is. Modern Rome dus. Hebben we dat ook weer geleerd met z'n allen, dat we dat dus één op één uit Wikipedia kunnen halen. Maar. Nou hebben we een aantal datums. We hebben dus 1929. Hebben we in die rij ook meegenomen. En we gaan nu die tussenliggende datum eens bekijken. Een bijzondere ja komt er nu na het einde van de Tweede W in de soevereiniteit van het Vaticaan. Want dat wordt hersteld. Hier hebben we het einde van die Tweede W, 1922. En hier hebben we. Het herstel van die soevereine staat. Het moderne Rome. 1929. De grote nationale assemblee van Turkije. Het parlement dus genoemd. Is het parlement van Turkije. Het werd opgericht in Ankara op 23 april 1920. Door Mustafa Kemal. De latere Atatürk. En speelde een vrij grote rol bij. De Turkse onafhankelijkheidsoorlog tussen 1919 en 1923. Het Ottomaanse Rijk bestond tot 1922, waarna het plaats maakte voor onder andere de Republiek Turkije. Dat weten wij. Maar waarom is dit zo interessant? Tijdens de Eerste Wereldoorlog, dus 1922, koos de jonge Turkse regering van Enver Pasha de kant van de Duitsers. Dat is nog interessant om te weten, maar het mooiste is: 7 jaar is 7 keer 360 dagen is 2520 dagen. Dus we zien dat die tweede week stopt en het pausdom gaat exact na 7 jaar weer verder in 1929. Dat is geen toeval. 7 jaar weer daartussen. Zo goed heeft God alles onder controle. Laten we dat even goed voorop stellen natuurlijk. Want een toeval in 7 jaar bestaat bij God niet. Dat is dat volmaakte getal van God. 25-20. Gaan we die ook weer plaatsen. 7 jaar is 2520 dagen. U ziet hem hier staan. Tussen 1922 en 1929. Alweer... Een punt in die tijdsbalk. En er komen nog meer, want er is nog iets heel moois gaande. Hoe de Heer de Bijbel uitlegt, en dat weten wij, is altijd bijzonder. Giastische structuren, een hoofdstuk bijvoorbeeld, eerst het hoogtepunt en dan de details. Of een compleet Bijbelboek, eerst het hoogtepunt en dan de details. Van Genesis dat openbaring... Christus zegt... ik ben de alfa en de omega... wat er in Genesis is gebeurd... gebeurt ook weer in openbaring... en ook weer in die eindheid... alles past perfect in elkaar... dat zijn de raderen... Ezechiël 1... de 3 plus 1 patronen... komt u continu terug... de hervormingspatronen... komt u continu terug... ik ben de eerste en de laatste... die Bijbel die klopt helemaal... daar kun je niets aan veranderen... en ook de manier... Hoe God ons iets wil duidelijk maken. En dat is een enorm groot bewijs dat hetgeen wat wij nu hebben verkondigd, ontdekt met z'n allen door Gods Heilige Geest, dat dit onherroepelijk klopt. Want we gaan even terug naar de manier van uitleg hoe God iets aan Daniel heeft uitgelegd en ook iets weer bij Daniel uitlegt dat wij dat heel goed kunnen gaan gebruiken. Dat heeft met die 1290 jaar in die 1335 jaar te maken. Laten we maar eens rustig daar naartoe gaan. Ik heb deze sheet weer even herhaald. Op een bepaald moment zijn de eerste en tweede week nog steeds aanwezig. Dat moeten we natuurlijk goed begrijpen. Zeker de dood van Mohammed waren de Mohammedanen tot bijna aan het einde van de 13e eeuw, 1299 dus, onder verschillende leiders verdeeld, zonder een algemene regering. Aan het einde van de 13e eeuw stichtte Otman een gouvernement dat zederdien bekend staat als het Ottomaanse Rijk, waarin, nou komt hij weer, vrijwel alle Mohamedaanse stammen verenigd waren en samen een grote monarchie vormden. Dat is het bewijs dat Uria Schmitter zelf ook zegt: daar waren al die stammen vertegenwoordigd. Hier lezen we overduidelijk dat er een overlapping is van de eerste W na de tweede W. van 1299, begin tweede week. Tot 1449, einde eerste week. Waardoor vast is komen te staan dat alles perfect klopt. En zoals gezegd, dit is het eerste bewijs dat het klopt. Zo zijn we begonnen. En we eindigen natuurlijk ook met het bewijs. Met nog een bewijsje bij. Vanuit Daniel. Wat ik heel nadrukkelijk wil benadrukken: elke keer weer dat Jezus Christus u alles vertelt. En ook exact laat zien. Dat begin en het einde. Want onze geliefde Heer Jezus Christus is de Alfa en de Omega. Jacobus 1, vers 17 is belangrijk nu voor ons. Alle goede gaven en alle volmaakte gift is van boven. We zitten in een volmaakt verlossingsplan natuurlijk. Van den Vader der lichten afkomende, bij welke geen verandering is of schaduw van omkeer. Dus God doet altijd hetzelfde. En nu gaan we Daniel 12, de versen 10 tot 13 eens lezen. Nu moeten onze volsprieten, gedachten, heel goed openstaan om dit te verstaan. Het is makkelijk, maar u moet het wel even zien. Velen zullen er gereinigd en wit gemaakt en gelouterd worden. Doch de goddelozen zullen goddelooslijk handelen en geen van de goddelozen zullen het verstaan. Maar de verstandigen zullen het verstaan. Dus die wachters zijn volledig op de hoogte wat ik nu ga vertellen. En van die tijd af, dat het gedurig offer zal weggenomen. en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn. verwoestende gruwel, pausdom. zullen zijn. 1290 dagen start. Wel gelukzalig is hij die verwacht en raakt. tot 1335 dagen einde. Maar gij ga heen tot het einde. want gij zult rusten. en zult opstaan in uw lot. In het einde der dagen. We zien dat onze Heer precies hetzelfde heeft gedaan. bij de uitleg in Daniel 12, vers 10 tot 13. Vanuit één punt, dat is 508. komen twee punten. Namelijk een begin- en eindpunt. Start, einde, begin, eindpunt. Uitgelegd in een verschil tijd. Moet je misschien even over nadenken. Maar ik teken dat nog uit. Dus God heeft één punt. Gepakt in de tijd. En dan gaat de Heer iets in uitleggen. Een begin en een eindtijd. Nog een beetje moeilijk te verstaan. Geef niets, we gaan het natuurlijk nu optekenen. Even terug naar onze voorgaande studies. De 1290 en 1335 jaar verbinden de twee gramschappen. Die 2520 in. 1843 en 1844. Dus u moet volledig op de hoogte zijn van die twee gramschappen. Die twee keer 25, 20. U weet, 496 tot 508, eerste zeven hoorntjes. Want het moest gaan van heidendom naar pausdom. Dat is die strijd nog in die 30 jaar natuurlijk. En dan hebben we die 538. Belangrijk is voor ons nu die 508. In principe het moment van het gedurig. Wat hebben we dus? 1260 jaar, zeven maal herhaald in de Bijbel. Is ook interessant. Maar het interessantste is nog die 1290 jaar, vanaf 508 na Christus tot 1798. Zoals we hebben gelezen, Daniel 12, vers 11 en 12. Met die 1335 jaar, van 508, één startpunt tot een punt en dat is 1843 na Christus. Daar is een verbond ontstaan met Gods oprechte kinderen. Hier hebben we de aanvallen van de duivel en we weten, dit is krachtmoment, vanaf 496, 538 na Christus, vanaf 330 tot 508 de troon, en dan hebben we drie, macht van 538 tot 1798 na Christus. Wat willen we hiermee zeggen? Daar ga ik even iets in tekenen. We hebben die 1290 jaar en die 1335 jaar. Die wijzen hier naar het eindpunt toe. Beter gezegd, daar hebben we ook een startpunt. Een startpunt is 508. Er is maar één startpunt. Er zijn twee eindpunten, een begin en een einde. Dus één startpunt en een begin en een einde. Dus in principe moeten we altijd goed opletten dat we een startpunt vinden. Een belangrijke gebeurtenis. Het gedurig speelde zich hier af. En hier hebben we dus die twee jaartallen. En daar komen ook twee tijden uit. 1798 en 1843. Als u dat ziet, als u ziet dat we één startpunt hebben en twee eindtijden. Met een begin en een eind. Dus een begin en een eind. Want het begin en het eind, wat speelde daar zich af? Die 46 jaar. Die 46 jaar van de tempelbouw. Einde, pauselijke overheersing, zoals je weet, en ook een begin. Begin van die 46 jaar. Begin van Gods volk. Dus tweeledig kunnen we dat uitleggen. Het begin van Gods volk is 1844 geweest, zoals je weet... En het einde is natuurlijk ook 1843 geweest, 1844 geweest. Ook weer met die 2300 avonden en morgens erbij. We gaan even verder studeren, dan zult u dat onderroepelijk zien. Laten we maar eens intekenen. Eerste keer één startpunt vanuit 508 na Christus. Dat is dus dit. Eerste keer twee begin- en eindpunten. En dat is dus A, 1798 en B, 1843 na Christus. Hoe je het interpreteert, dit is het begin en dit is het einde van deze berekening. Laat ik het zo even uitdrukken. En dan kunnen we natuurlijk 1844 ook weer bijpakken als begin van Gods volk. Dat in een dag Dat God een manier heeft om u en mij iets duidelijk te maken. En daar draait het alleen maar om. Gaan we dat eens in dat totale plaat neerzetten? Want we gaan straks verder natuurlijk. Hoe kunnen we dat in deze plaat neerzetten? Wat hebben we? 508, eerste startpunt. De chiasma in de tijd, zoals we dat noemen. Eerste keer begin en eerste keer eindpunt vanuit 508 na Christus gerekend. Ik heb daar een grote pijl bij gezet en u ziet nu dat einde en begin hier zich afspeelt. En dit heeft God ons bekendgemaakt in Daniel 12. Maar nu gaan we even naar een begin- en een eindpunt toe. In de weeën. Want daar ligt ook een begin- en een eindpunt. En hoe past dat dan? Want God heeft u en mij weer iets te vertellen van een beginpunt naar een begin- en een eindpunt toe. Laten we eens kijken. Heel interessant wat het nu natuurlijk want hier is weer die overzichtsplaat. En die andere hebben we nu weggehaald. U gaat hem weer intekenen. Startpunt, de chiasma in de tijd. Ik heb dan 1922 als startpunt gepakt. U mag ook 622 als startpunt pakken. Dat is voor mij om te even. Dat gaan we straks ook zien. Wat hebben we dan? Tweede keer een beginpunt. En tweede keer een eindpunt vanuit 1840 teruggerekend. U mag vanuit. 1840 terugrekenen. U mag vanaf 1922, had ik hier ook neer kunnen zetten, terugrekenen. Maar u mag ook vanuit 622 rekenen. Dus we hebben hier 622 en we hebben hier, vind ik het beste nog, 1922. En dan zeg ik 1840 is iets minder interessant omdat dat het hoogtepunt is. Maar het is wel een belangrijk gegeven omdat dat bij die tweede W het krachtmoment is. Dus wat zien we hier? Weer een begin- en een eindpunt. Heeft God aangegeven. door vanaf een startmoment van die begin W. iets te vertellen aan ons. Dus het startmoment. Vind ik persoonlijk het beste, 622. En dan zien we een begin- en weer een eindpunt. En dat komt ook heel mooi overeen als u dat weer gaat zien met dat ene eindpunt, loopt verder door dan het andere eindpunt. Dus hier is een begin en daar is ook weer een einde. Dat onze God de Vader in onze geliefde Heer Jezus altijd hetzelfde te vertellen heeft. Vandaar dat we nu kunnen bewijzen dat dat begin en eindpunt, zoals het lag tussen 1798 en 1843, ook hier moest liggen, tussen, wel te verstaan, 1299. En 1449. Dus deze twee datums: 1299, 1449 en natuurlijk 1798 en 1844. Als u dat ziet en dat verstaat, mag u heel veel verstaan vanuit Gods Woord vandaan. Hoe God zijn oprechte kinderen, de wachters, wil laten zien dat Hij onveranderlijk is in alles. Dus ook in die begin en eind. Tijden. En daarom weten we zeker dat dit moet kloppen. Dat moet kloppen. En dat klopt ook. Dat begrijpt u nu als geen ander volgens mij. Maar dit was het laatste punt nog wat nodig was om te zeggen: "Nu zien we het helemaal duidelijk." Dit is overduidelijk. Nu heeft God ons persoonlijk uitgelegd dat die begin en eindpunten, zowel in 1798 in 1843 vanuit Daniel overeenkomen met die Twee weeën, met de drie weeën mag u zeggen, maar vooral dus bij die twee weeën, begin en eindpunt. De Heer, wil u ontzettend veel vertellen. Wij wachten gewoon op het grote moment. En zoals al gezegd, die 46 jaar heb ik al een beetje besproken, maar die wil ik nu nog wel even toevoegen daarin. Want hoe lang duurde het totdat de Millerieten hun geestelijke tempel hadden gebouwd? Dat weten we. De Millerieten van 1781 tot en met 1844 is 46 jaar. Het einde van de 2300 dagen, jaren, avonden en morgens. En hij zeide tot mij: tot 2300 avonden en morgens. Dan zal het heiligdom gerechtvaardigd, dus gereinigd worden. Hier vinden we expliciet de 46 jaar van de letterlijke tempelbouw weer terug in de geestelijke tempelbouw van de Millerieten. Hier uitgebeeld, 1798, 1844. En daar zit natuurlijk ook 1833 tussen, in 1843. Waar we zo pas over hebben gesproken. Vandaar dat ik dat er nog even tussen heb gezet. En wat zien we daar dus? Weer terug het eerste eindpunt en het tweede eindpunt. U mag het ook weer zien als een beginpunt, 1844. Dus al met al kunnen we heel veel ontdekken in Gods Woord. En de Heer Jezus heeft dat ook, toen hij hier op aarde was, ook gezegd. Die 46 jaar kwam natuurlijk doordat die er ergens op reageerden. Laten we maar lezen, om het compleet af te ronden. Hoe lang duurde de tempelbouw en de bouw van Christus lichamelijke tempel op aarde? Pinksteren en de letterlijke tempelbouw hebben overeenkomsten. Jezus antwoordde en zei het tot hen, breekt deze tempel... En in drie dagen zal ik dezelfde oprichten. De Joden zeiden dan: 46 jaar is over deze tempel gebouwd. En gij, zult gij die in drie dagen oprichten? Maar hij zeide dit van de tempel zijns lichaams. En daarom zeg ik ook: hoort u mij ook altijd zeggen. Die Jacobsbenauwdheid, die heeft alles weer met die drie dagen, drie jaren te maken. Kunnen we nooit hard maken, hoeft ook niet. Wat mag duidelijk zijn dat we steeds meer kunnen en mogen gaan weten. We tekenen deze weer uit. Hier staat die 46 jaar van het geestelijke tempel. En die letterlijke tempel hebben we natuurlijk hier niet bij opgetekend. En hier hebben we 46 kruisje. Daar maak ik geen jaren van, want dan zijn we. In de tijd bezig en er zal geen tijd meer zijn. Als die 144.000 gereed zijn, dan gaat ook alles beginnen. Dus we kunnen met z'n allen heel goed begrijpen dat God door zijn woord nu ons dat totale verlossingsplan steeds meer openbaart en openbaart. En nogmaals, in de hemel hebben we nog meer te ontdekken natuurlijk, want dan gaan we nog veel meer zien en dan kunnen we de Heer Jezus nog veel meer vragen en Hij zal ons dus absoluut alles uitleggen. Dus vandaar. Weet dat we maar een heel klein beetje mogen ontdekken. En voor ons is dat al heel veel, voor onze begrippen natuurlijk. Dus openbaring nog een regel. In openbaring 9. Belangrijk, want die engelen die waren nog gebonden. Hoe zit dat dan precies? Die willen we natuurlijk ook uittekenen in die totaalplaten. Zeggende tot den zesde engel die de bezuin had, ontbindt de vier engelen die gebonden zijn bij de grote rivier de Eufraat. Hoogtepunt zesde bezuin. We hebben 1, 2, 3 plus die vierde engel. Bekrachtiging van de tweede W. Hier worden de vier engelen en Europese machten ontbonden. Let op dat er vaak over vier engelen wordt gesproken in de Bijbel. En ook over de Eufraat, dat weten we. De vier engelen zijn er om het hoogtepunt van de tweede W aan te geven. En vervolgens het hoogtepunt van de derde W aan te geven. Dus we zien iets bij en rondom die tweede W, een hoogtepunt, dat was de zesde hervormingsperiode. En bij die derde W is die derde W aanwezig om die zevende hervormingsperiode een hoogtepunt aan te geven. De eerste keer werd ontbonden en de tweede keer werd gebonden. Neemt u dat dus vooral mee rondom die Eufraat? Het is een belangrijk gegeven dat we telkens die vier engelen tegenkomen. Om die winden eerst te ontbinden en dan te binden, gebonden worden. En wat we ook weten, zes is ook interessant, is het getal van de mens. Dus we zien overal verbindingen neerliggen op een bepaald moment. En ik kan er nog wel meer op noemen, maar op een bepaald moment. Is het voor u ook zaak om steeds meer te ontdekken? En daar wordt u ook heel blij van. Dat krijg ik ook over me, die blijdschap als ik steeds meer mag ontdekken. En dat zult u straks ook doen. Hoe meer u leest, studeert, hoe meer u mag ontdekken. De roep van Gods kinderen in de verdrukking en de vier engelen. Johannes zal zich waarschijnlijk ontsteld afgevraagd hebben waarom God toeliet dat deze vijandelijke horden het christendom vertrapten. Maar hun zware zonden werden hem geopenbaard. Die zware zonden, ook voor onze tijd, die worden ons nu ook geopenbaard. Vooral de wachters. En die moeten hun stem laten horen. Ook een stem in het heiligdom. Laat de vier engel los, toonde Johannes duidelijk dat de hemelse machten al het gebeuren in handen hadden. Prijs de Heer. Juist deze versen maken het voorwerp uit van Gods verlossende hand in de inzichten van de profetieën. Door een eenvoudige, nederige, oprechte boer, die wachters zijn, eenvoudige, nederige wachters, William Miller in dit geval, inzichten geven in Gods onfeilbaar woord, kwam er bekendheid over de gehele wereld aangaande Gods verlossingsplan. Voor zijn oprechte kinderen in de tijd van het einde. En nu dus weer. God doet exact hetzelfde. Laten we daar wel over zijn. Als u een oprecht kind van God bent, krijgt u steeds meer en meer inzicht in dat geweldige verlossingsplan. En die engelen werden losgelaten. Ze zijn nu nog gebonden om Gods kinderen die inzichten nog te geven. Gods oprechte kinderen. En dat we in karakter. In die Philadelphia gemeente leven. Moet u goed onthouden. Wij zitten niet in die Laodicee gemeente. Ja, letterlijk. Qua tijd wel. Maar u hebt het karakter van iemand vanuit die Philadelphia gemeente. Daar bleven toen ook maar 50 over. En nu straks weer 144.000 natuurlijk. Ten opzichte van miljoenen, ten opzichte van toen duizend, 50.000 in dat geval. Er zijn nu al 24 miljoen advertisten. Dus begrijp goed hoe de situatie nu ligt, want we weten die waarheid heiligt ons, alle waarheid dus heiligt ons, herstelt tot alle waarheid. God geeft Sion, zijn gemeente, alle inzichten die ze maar wensen. Dus vanuit die Philadelphia gemeente, de vier engelen van de Eufraat, het tijdperk van 1798 tot 1844. ...is geconcentreerd van 1830, 1840, 1844. De drie engelenboodschap van openbaring 14. Er was een poort via de bergen. Dit was een open deur voor de stad Philadelphia. De ene deur werd geopend en de andere deur werd gesloten. Dit had betrekking op het heiligdom. En daarom heb ik die siert ertussen gezet. De ene deur werd geopend voor de wachters... ...en de andere deur werd gesloten... Voor de overige zeven Dit had betrekking op het heiligdom. Dus op het oordeel. Zo ze toen ging, sluiten van die deur, zo gaat het straks weer. Een poort was erin. Daar er kwam maar één persoon tegelijk doorheen. Door het oog van de naald. De naald is dat poortje in die muur van Jeruzalem. Dus weet wat God u en mij heeft te vertellen. Die waarheid wordt nu hersteld. En zij die die herstelde waarheid niet willen aannemen. Ik hou mijn hart vast, althans. En dan gaan we terug weer, want we hebben het over die vier engelen. Die drie plus één is vier, natuurlijk. Wanneer stoppen de laatste vier engelen met hun werk? De derde W begint en na deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, nog op de zee, aarde, Amerika, nog op de zee, de volkeren, nog tegen enige boom, juist de leiders van Gods volk. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel des levenden Gods. En hij riep met grote stem tot de vier engelen, welke macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, Zeggende, beschadig de aarde niet, noch de zee, noch de bomen. Totdat wij de dienstknechten onze gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. Dus die vier engelen, die wachten tot Gods kinderen klaarstaan. en deze boodschap hebben begrepen. In uit zullen gaan dragen. Onderschat dat niet. Dat houdt dus in. Wanneer stoppen dan die vier engelen, in principe? Opwitted gezegd. Stoppen met gebonden houden, laat ik het zo uitdrukken, dan begrijpt u het beter. Want ze waren eerst ontbonden, ze zijn weer gebonden en ze stoppen dus op een bepaald moment met gebonden houden. Als Gods kinderen verzegeld zijn. De beslissing moet nog genomen worden voor wie? Voor diegenen die uit die Sjartukumene kerken komen. Die zijn nog niet verzegeld. Dat gebeurt in die korte tijdsperiode tussen de zondagswet en de eerste plaag wel te verstaan. dan komt die verzegeling. Dus vandaar spannende tijden. Gaan we die engelen eens intekenen? Er zitten ook interessante dingen tussen. Dus vandaar gaan de er rustig doorheen. De start, en bekrachting en de eindpunten van de drie wegen. En nu expliciet gesproken over die vier engelen. Hier waren de vier engelen ontbonden. Juist bij die 150 jaar, in die 391 jaar. In deze tijdsperiode gebeurde. Heel veel, er waren al die Mohammedaanse stammen bezig. En gebonden, als we weten, die moeten gebonden zijn tussen 1989 en vooral dus hoogtepunt 2001. Hier is het ontbonden, en hier is het moment van gebonden, hoogtepunt, en het moment van ontbonden worden. Want na die zonneswet breekt het los natuurlijk. Dat is ook die verzegeling. Dus we zien hier weer hetzelfde startpunt. Een hoogtepunt met die vier engelen. En dat klopt, dat was een enorm hoogtepunt. En weer een stoppunt. En dat stoppunt is bij die zonneswet. Want wij zitten nu nog tussen 2001 en die zonneswet in. Misschien ook al niet meer als u dit ziet. Maar dat juist Gods kinderen hier... In opgeleid worden. Een soort uitsteltijd is dit voor Gods volk nog. Om die laatste boodschap heel goed te verstaan. En als we dat weten. Gaan we nog meer tekenen. De vier engelen starten. En bekrachtigt en stopt. Dat heb ik u nu uitgelegd. En daar hebben we dus ook dat derde beest uit de put. Dat speelt zich daar dus expliciet af. Openbaring 17. Vooral dus openbaring 17 vers 12 en 16 en 17. Speelt zich ook weer een hele hoop in Armageddon af. Maar weet dat hier die drie machten uit Openbaring 16 vers 13 bij elkaar komen. Dan hebben we hier het moment weer van begin en einde. Belangrijk punt. En we hebben hier ook een punt van begin en einde. Als u dat gaat zien met die engelen, startpunten. Wees, is dat allemaal exact hetzelfde? Begin en eindpunt. Van de tweede en de eerste W. En de derde W heeft hier ook een begin en een eindpunt in. En die zijn weer verbonden door die vier engelen. Ik zal het nogmaals zeggen. U hebt hier een begin en een eindpunt. En hier ook met die ene W, die derde W, die staat op zichzelf, een begin en een eindpunt. Dat houdt dus in dat die vier engelen die verbinding leggen tussen die begin- en eindpunten van de eerste en tweede wee en die begin- en eindpunten van de derde wee. Zo kunt u dat heel duidelijk in dat totale verlossingsplan gaan zien. En daar draait het om, dat wij gaan zien waarom zijn die vier engelen daar. Die zijn daar om te laten zien dat God iets ontbonden heeft, begin- en eindpunt, en iets gebonden heeft. Begin en eindpunt. Begin en eindpunt van de tweede, eerste W. En begin en eindpunt van de derde W. Ik heb het nu drie keer verteld om u daar heel duidelijk op te vestigen dat die vier engelen, die drie plus één engel, noem ik dan maar weer, die raderen, alles is onder controle bij God. Eerst die vier engelen ontbonden worden en dan die vier engelen gebonden worden. En dat stopt weer. Stop bij die zondagswet. We hebben heel duidelijk gezien dat juist na die zondagswet. dan gaat de crisis beginnen. Dus wat kunnen we nu met z'n allen stellen? Dat we steeds meer en meer. met Gods oneindige verlossingsplan. op de hoogte zijn. Ja toch? En als we dat weten. als u dat ziet en gaat begrijpen. wat dan? Dan moet er iets bij u gebeuren. Dan moet er iets in uw hart gebeuren van. Hoe is dit zo diepgaand beschreven. Zo mooi. Daar wil ik aan meewerken. Daar wil ik alles voor doen. Om Gods kinderen dat ook te kunnen onderwijzen. En nogmaals. De Heer Jezus heeft mij onderwezen. En ik kan het alleen maar doorgeven. En daar worden we, ik althans, ontzettend blij van. Dat ik het mag doen voor de Heer. Wat ik altijd probeer te zeggen tegen u. Let op aan Jezus Christus de eer. Niet aan mensen. Wij zijn... Domoren zeg ik wel eens. Vooral als het om het woord gaat, wij kunnen echt die dieptes niet doorgronden. Dat kan alleen maar gegeven worden door Jezus Christus aan u en aan mij. Dus op een bepaald moment, als we heel goed die Bijbel doorforsen, zult u steeds meer gaan ontdekken. En wat kunnen we dan nu ook met z'n allen bevestigen dat we wel zijn? Invoert op de tweede bezuin door William Foy het gezicht een verbeterd inzicht gekregen na het gezicht. Dat is natuurlijk overduidelijk. De derde start in 1989 en is bekrachtigd op 11 september 2001. Als de islamitische macht weer wordt beperkt, bekracht, zoals in 1840. En stopt bij de zonderswet. Dat ruikt het om. En als u dat een beetje gaat verstaan nu, in het totale geheel, dan zult u begrijpen dat die pauze er alles aan doet om u en mij binnen te halen. In zijn vervalste doctrines. Dat doet hij op allerlei mogelijke manieren. U bent degene die natuurlijk dat ontdekken moet. En ook zeggen: Wacht eens even, dit gaat mij veel te ver. Ik wil, vooral die mensen die uit Babylon wegkomen. Ik wil er alles aan doen om mijn broeders en zusters, familieleden, dat ook bekend te maken. Want. Als wij ons mond dicht houden, gaat God anderen roepen om het werk af te maken. En daarom hebben wij die verbeterde inzichten nu met z'n allen gekregen. Nogmaals, ik heb ze ook gekregen. De Heer vertelt het mij en die vertelt het u. Ik kan het alleen maar doorgeven. Daar draait het om. En nogmaals, als we even teruggaan naar Daniel, wat is daar gebeurd? Het pauselijke Rome werkt te doen. Net zo samen met het keizerlijk Rome als nu met Amerika. Met stilheid zal hij ook in de vette plaatsen des landschaps komen. En hij zal doen dat zijn vaders of de vaders zijner vaderen niet gedaan hebben. Roof en buit en goederen zal hij onder hen uitstrooien. En hij zal tegen de vastigheden zijn gedachten denken. Doch tot een zekere tijd. Dat was toen 63 jaar. Alles komt weer in werking. Kracht. En grote macht. Deze periode vinden we in deze onze periode volledig terug. En als we dat zien in die drie fases van die horen, hebben we allemaal besproken. Amerika sluiten de deuren in 1842. En u weet, als we de vroegere drie fasen hoornen van de autoriteit van het pauselijke macht zouden lezen in Daniel 11, vers 45, weten we in welke tijd we nu leven. Daniel 11, vers 40 is de eerste hoorn. Tijd van regen. En regen is dus al voorbij. En dan krijgen we Daniel 11, vers 41, is de tweede hoorn. Jozé constitutie veranderd. En dan krijgen we de derde. Daniel 11, vers 42 en 43, is de derde hoorn. Zonder zwet, doodsdekreet. Dat gaat zich volledig afspelen. Dezelfde tijd komt weer terug. Denk wel eens hoe is het mogelijk dat mensen dit allemaal niet gaan en kunnen of misschien willen begrijpen? Want Jezus Christus heeft ons nogal iets te vertellen en dat is die dag van wraak breekt onherroepelijk aan. Het staat vlak voor de deur. De laatste seconden van de wereldgeschiedenis staan op het punt zich te voltrekken. De dag van Gods wraak staat op het punt te komen. Het zegel van God zal alleen worden geplaatst op het voorhoofd van hen die zuchten en wenen vanwege de gruwelen die in het land plaatsvinden. Ezekiel 9, zij die een band hebben met de wereld en eten en drinken met de dronkaards, Jesaja 28 vers 1 en Joel hoofdstuk 1, zullen zeker met de vrekens der ongerechtigheid vernietigd worden. Want de ogen des heren zijn over de rechtvaardigen en zijn oren tot hun gebed. Maar dat aangezicht des Heren is tegen degenen die kwaad doen. Getuigenissen voor de gemeente, deel 5. Ik kan alleen maar zeggen, wij kunnen heel veel en mogen heel veel weten. En als u ook nog eens een keer gaat zien wat er staat te gebeuren, dat er een beweging heeft plaatsgevonden. Laten we die er nog even bij pakken. De ontzegeling en verzegeling van Gods volk, de Millerietenbeweging en het herstel dus in onze tijd. Dan pakken we die lijnen weer bij, het complete gazoongezicht, die 25-20. We weten dat hier een burgeroorlog was. Die 65 jaar met die 19 en 46 jaar, die belangrijke jaren, die beweging is gaande. Alles wat hier tussenin is gebeurd weten wij, verstaan wij. Dan hebben we weer een burgeroorlog. Ook weer een beweging was daar gaande van tevoren. Afval, volk start en dan hebben we de gramschap van God. Komt over Gods volk. Toen, bij die beweging, toen, ook aan het einde en nu weer. Dus we hebben deze tijden, komen onherroepelijk weer terug. In de tijd waarin wij nu leven. En dat houdt dus in, dat hier kwam ook het heiligdom en het Hij weer bij elkaar. Daniel 8 vers 13. In deze tijd en nu... In onze tijd komt dat Hij ook weer bij elkaar. Er is geen tijd meer, maar als wij dit gaan verstaan en dit gaan verkondigen, die laatste boodschap, dan is dat Hij er bij elkaar. En dan komt dat grote moment ook. Van de wijze en dwaze maagden. Wij mogen bij die wijze maagden zijn als wachters. Alles wat we in ons leven hebben gedacht en gedaan, zullen we opnieuw tegenkomen. Wat we in de genade tijd van onszelf maken, zo moeten we de hele eeuwigheid blijven. De dood doet ons lichaam in ontbinding overgaan, maar verandert ons karakter niet. De komst van Christus verandert ons karakter niet, nogmaals. Zij legt het alleen voor de eeuwigheid vast. Daarna kwamen ook de andere maagden en zeiden: Heer, Heer, doe ons open. De tarwe en het onkruid groeien samen op tot de oogst. De rechtvaardigen, telkens hoort u mij dat zeggen, die rechtvaardigen, niet liefde, liefde, nee, rechtvaardigen, zullen tot op het laatste bij het vervullen van hun levenstaak, dus die derde toets, in contact worden gebracht met de goddelozen. Ook naamchristenen en naamzevendagsadvertisten. De kinderen van het licht zullen onder de kinderen van de duisternis verstrooid worden, zodat de tegenstelling voor iedereen zichtbaar zal zijn. Let eens op, wat hebben we hier met z'n allen besproken? Heel duidelijk, gevaar voor wereldse verbondenheid. Vervalste verbonden dus. Dit verschrikkelijke beeld laat zien hoe volledig de aardse machten zich aan het kwaad zullen overgeven. Met hen die de waarheid hebben ontvangen. Laat zien hoe gevaarlijk het is om zich te verbinden met geheime genootschappen of zich op welke wijze ook te voegen bij hen die. Gods geboden niet bewaar. En waar vinden we die verschrikkelijke verbonden? In die drie wen, in die drie bodemloze putten. En in die drie romers. En wij moeten daarmee op de hoogte zijn. Dus vandaar dat die kennis van die drie ween enorm belangrijk is om dat totale beeld verlassingsplan goed in te zien. Vandaar dat die kennis van die vier. Engelen ontbonden, gebonden, ontzettend belangrijk is om in te zien, omdat hij de verbinding maakt tussen die eerste twee wegen en die laatste derde weer. Over, over duidelijk volgens mij. Aan God alle eer. Ik dank een persoon dat hij dat voor mij heeft gedaan en ook voor u heeft gedaan. Om dit als laatste nog duidelijk te maken. Is dat niet geweldig? Laten we daar ook voor danken en bidden. Onze geliefde Heer Jezus is zo goed voor ons. Als wij bidden en smeken van Hem om inzichten, dan krijgen we het. Wilt u samen met mij danken en bidden? Lieve, goede, getrouwe God de Vader, lieve Heer Jezus, wat geweldig wat u allemaal hebt gedaan, dat u ons dat hebt willen openbaren. U bent degene die dat allemaal doet, lieve Heere, door uw Heilige Geest en door uw Heilige Engelen. Brengt ons juist op dat spoor van die geweldige profetieën. Juist ook weer naar Daniel toe, want daar vinden we ontzettend veel in. Maar ook in openbaring. Hetgeen wat u zelf aan Johannes hebt doorgegeven in Patmos. Dank u wel daarvoor, lieve Heer Jezus, dat u zo goed voor ons bent. We bidden u ook, lieve Heer, dat we het mogen verstaan. En steeds beter mogen en kunnen verstaan. Dat we dat ook uit kunnen dragen. Vooral voor uw oprechte kinderen, die in alle kerken aanwezig zijn. Help ons mee, lieve Heer. Help uw oprechte kinderen thuis en mij mee, dat we daar. In kunnen en mogen volharden in dat geweldige licht. En dat we verre van die duisternis wegblijven. Want we weten, die duisternis is om ons heen. En dat we vooral ook dat onreine niet aanraken. Wel naar mensen toe gaan die er voor openstaan. Oprechte kinderen van u die het echt horen willen. Helpt u ons mee dat in te zien. In ons te beschermen voor vervalsingen op wat voor manier dan nou? ook. Zo leggen we alles voor u neer. Niet omdat wij dat verdiend hebben, lieve Vader in Hemel, lieve Heer Jezus. Maar kijkende naar uw geliefde Zoon, onze Heiland. Dank u wel daarvoor, lieve Heer Jezus, wat u elke keer weer voor ons doet. Voor de mensen thuis, voor mij persoonlijk. Het is geweldig. En daarom bidden we het ook om Christus Jezus, onze geliefde Heer veel. Amen. Lieve broeders en zusters, dit was het einde weer. Van de drie wen volledig uitgewerkt. U bent degene die daar nog veel meer in kan ontdekken. Er is nog veel meer te ontdekken. Maar wij moeten weer stoppen in verband ook met de tijd en we willen hem ook zo kort mogelijk houden. Ik mag u vanaf deze kant ook weer Gods onmisbare zegen toewensen, Gods onmisbare liefde. En graag tot de volgende keer en tot ziens.